de commencer à reprendre toute la société entre nos mains pour la diriger démocratiquement nous-mêmes sur base de nos comités, nos assemblées. Mais on doit aussi, le mouvement qu'on est une diversité avec différents... Nous pouvons verder bouwen, namelijk een democratische maatschappij opbouwen via comités in de bedrijven en op de scholen, zelf onze economie en ons leven in handen nemen op democratische wijze. Geschiedenis, niet de geschiedenis die we hebben gekregen op school. Er zijn mensen die van in de oudheid veel macht hebben en die hebben die macht gehouden en die hebben een systeem gecreëerd waar dat wij in zitten. Een systeem dat rijken rijker maakt, armen armer. De koningin van Engeland rijdt door de straten met gouden koets en op datzelfde moment sterven duizenden kinderen van de honger. Maar niet alleen zij, alles wat wij hier hebben, al die werelden, dat is omdat er elke dag duizend kinderen sterven in de wereld. Ik denk dat eenheid heel belangrijk is, consensus heel belangrijk. Ik denk dat onze politiekers daar nog veel van kunnen leren. Want ook bij ons hier is er nog heel veel verschil, verschillende meningen. Het is een kunst om samen naar dat midden te komen en samen als één front acties ondernemen. Ik wens jullie allemaal, ik ben zo blij dat veel mag uitmaken van dat Occupy gebeuren. Ik geloof echt wel dat er iets kan veranderen. En veel mensen hebben bang van ons. Veel mensen in die 99% die hebben bang van ons. Ik ook vroeger. Ik kom uit de middenklasse. Ik heb altijd alles gehad wat ik moest hebben. Met een paar uitzonderingen in mijn familie. Weinig liefde, weinig plaats voor vrijheid, open denken en zo verder. Ik heb in mijn 20 jaar geleefd tussen de rijkste mensen van België. Die kijken naar ons alsof wij stond zijn. Dat is zo. Maar vergeven is belangrijk, liefde is belangrijk. Naar alle mensen toe, ook naar de politie, die doen gewoon hun job. Sommigen die weten denk ik gewoon eigenlijk soms niet beter. Informatie delen mensen, praat met iedereen. Het gaat ons wel lukken. Oorlogsnood in Afrika, vaccins hier, noem maar op. Het eten, gemanipuleerd voedsel, waar we E-nummers die toegelaten zijn, meer dan de helft van de toegelaten E-nummers zijn heftig tot zwaar gevaarlijk, zelf in babyvoeding. Daar wordt het tijd voor dat we eens massaal tegen reageren. Ja, tot hier. Geld, we zeggen anti-crisis, anti-dit. Maar het probleem is, door meer en meer anti te zeggen, komt er nog meer crisis, nog meer geldproblemen. We moeten pro voor iets zijn, we moeten pro voor het goede zijn. We moeten achter iets aanstaan. Nu staan we eigenlijk nog achter niks. De revolutie is geweest, nu moet er evolutie komen. Evolutie in het goede. Wel, en dat goede, dat is de liefde. Liefde voor iedereen. Jullie allemaal, ieder van jullie is gecreëerd om jullie ouders de liefde te geven. De liefde verbindt ons met elkaar. We moeten deze verbinding terug opnieuw leggen. Verspreid deze liefde. Ik wil jullie allemaal omarmen en doe niet alleen mij, maar ook elkaar. Geef deze liefde door. Wacht, lach naar elkaar. Kijk elkaar in de ogen. Geef elkaar de liefde. En niet alleen aan uw vrienden, ook op straat, aan de mensen op straat, aan de buschauffeur, aan de kassierster, aan mensen die het verdienen, aan de natuur, aan dieren, aan het groen, aan de bomen rondom ons. Geef hen die liefde. Wij zijn allemaal natuur. Besef dit, mensen. Oké, daarom... Indignados bestaat, de verontwaardigde, maar laten we nu pro voor het zijn. Laten we amorados zijn, de geliefden. Willen jullie bij amorados zijn? Ja! Oké, onze stem is nog heel stil, maar we moeten deze stem verspreiden. Dus kunnen jullie allemaal meezingen? Amorados. Amorados, amorados, amorados. Amorados.
borden, je slogans, pak ze mee. En straks naar de counter. En we gaan het een keer goed gaan zeggen wat we te zeggen hebben. Kunst, een creativiteit, een feesten. Zoals we nu naar feesten gaan, dat is wat eigenlijk al een tribes altijd is gebeurd. Samenkomen en dansen en alles wat in ons hoofd zit vergeten. En naar onze intuïtie gaan, naar onze kern van onszelf. Ik ben ook niet voorbereid, ik heb ook angst om te spreken. Maar het is overwinnen, overwinnen van jezelf. En verder durven gaan. En we mogen niet gaan, hoe zeg je dat, gaan demonstreren. Maar waarom luisteren we? Waarom luisteren we altijd? Dat is gewoon een punt, weet je? We zitten hier allemaal braafjes onze mening te vertellen, maar we zijn wel aan het luisteren dat we niet mogen gaan. Ik vind dat we wel moeten gaan. En dat we onze stem moeten laten horen. En dat we moeten muziek maken, feesten organiseren. Tonen dat we leven. Tonen dat we energie zijn, weet je? En lief zijn voor elkaar. Elkaar proberen begrijpen in de plaats van elkaar te oordelen. En als we daar eens mee beginnen, dat is al een begin. En de rest gaat wel vanzelf komen als we in het nu leven en onze stappen zetten die we moeten zetten. En dat is gewoon weer fucking zelf luisteren. En vertrouwen hebben. Vertrouwen blijven hebben. En de wereld, kijk hoe de wereld gaat. Het is echt niet goed. Wij hebben hier echt geluk, dat is waar. Maar als je rondom je kijkt, hoeveel mensen hebben geen geluk, zo weet je? Dat is niet eerlijk. En het blijft, daar kunnen we niks aan doen. Het enige wat we kunnen doen, is met onze energie proberen die energie naar daar te sturen en in onze daden en misschien inderdaad niet gaan werken. Het is een dag en een stromen van kijk, we willen allemaal verandering. Niet met een kleine groep, maar met een hele groep. En dat volgens mij kan wel helpen. Ik zeg ook pro-liefde, pro-vrijheid en fuck die angst, maak die kapot. Dat is het. Ja, ik ben de verandering. Wij zijn de verandering. Jullie zijn de verandering. Dank u. We kunnen samen aan de nieuwe wereld bouwen. We kunnen samen aan de nieuwe wereld bouwen. We kunnen elkaar opnieuw vertrouwen. We kunnen elkaar opnieuw vertrouwen. Want ware macht is niet over, maar samen met. Ware macht is niet over, maar samen met. In een samenleving die met de omgeving samenwerkt. In een samenleving die met de omgeving samenwerkt.